Kijk, kinderen vinden dat allemaal vanzelfsprekend, die vrijheid. Ze vinden het ook vanzelfsprekend dat de overheid je onderhoudt als je niet kan werken. Maar dat is het helemaal niet. En dan ga je toch even met ze terug naar het verleden. En het gaat niet alleen om die oorlog, maar ook de omstandigheden daarvoor. Dat er ook armoede was en dat er onvrijheid was. En dat moet je ze wel duidelijk maken. Patrick, sommigen zeggen dat... Kijk, dat het gaat er komen. Ik ben heel benieuwd. Ja. Sommigen zeggen dat 4 en 5 mei niet inclusief genoeg zijn. Wat vind jij daarvan? Ik denk dat we eerder eens even naar de vrijheid van meningsuiting mogen kijken vandaag. We hebben gelukkig Ongehoord Nieuws, Ongehoord Nederland. Maar op 5 mei zouden we toch ook stil moeten staan? Want mogen wij nog alles zeggen wat wij vinden online, on-air? Dat staat wel onder druk. Als je niet oplet, ga je mee in die stroom dat je denkt... laat ik maar een beetje op mijn woorden letten, dadelijk word ik gecanceld. Nou, ja. Als je het hebt over vrijheid, dat is geen vrij gevoel. Maar ook vrijheid om het gewoon eens een keer niet met elkaar eens te zijn. Het lijkt wel alsof wij in dit land het constant met elkaar eens moeten zijn. Maar dat is ook de druk, want Nederland is vrij zolang wij maar met het elkaar eens zijn. Ja. En op het moment dat we met iemand niet eens zijn, dan sluiten we die persoon uit. Cancelen, delete your account, weg met jou. Niet meer in het zicht. Ik denk dat het ook na al die jaren nog steeds een belangrijke dag is. Hè. De Tweede Wereldoorlog is natuurlijk de enige oorlog geweest... die we een hele lange tijd op Nederlands grondgebied gehad hebben. Ik denk dat we vieren dat we in een democratie leven, dat we in vrijheid leven... dat we onze keuzes kunnen maken, dat we kunnen zijn wie we willen zijn. En hè, kijk, natuurlijk zijn er genoeg dingen die te verbeteren vallen... maar over het algemeen hebben we het natuurlijk vergeleken met andere plaatsen op de wereld enorm getroffen hier.